En dan gaan we met de derde poging, dames en heren. De deelnemers opnieuw op weg naar de startvakken. Start gevallen. Paard onderweg en een hele goede start van Anyway to Jean aan de buitenkant. Aan de binnenkant van de Loopy-Loo. En die is het snelste weg van allemaal. Galoppade van start af van Ubiop Ferry. Die loopt inmiddels weer, maar die verliest wel zijn voorsprong aan de start. En zo gaan de paarden de rechte bocht in. Van de Loopy-Loo leidt. Daarachter op plaats 2 is het Anyway to Jean. Aan de buitenkant op weg naar voren is het Valedas. Vierde plaats voor Tony Chouan, vijfde is Aste Jacket, zesde Uragami, zevende plek Virtual Paradise en de plaats 8 daarachter is voor Valerio Jet. Negende plaats dan aan de relingzijde voor Zafir du Trésor. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. Daar heeft Valedas inmiddels de leiding overgenomen van Van de Loopy-Loop. Daarachter op plaats 3 volgt aan de relingzijde Anyway to Jean. Eerste paard aan de buitenkant is de favoriet Aste Jacket en die is op weg naar voren. Zolang hij hem ziet, zal hij hem zeker laten gaan. Want Aste Jacket ga je niet opvangen. Zeker niet als het over 3 kilometer moet. En we hebben nog 2600 meter te gaan. Daar komt de favoriet aan de buitenzijde. En die komt nu naast de leider en gaat hem ook nu voorbij. Achter hem aan komt Virtual Paradise. Ook die wil graag een positie hebben. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Leiding in handen van Aste Jacket. En of die leiding gaat geven, dat gaan we nu snel genoeg zien. Waarschijnlijk wel even, maar nee. Robin Bot kijkt strak voor zich uit en denkt, daar beginnen we niet aan. Nu wel, nu laat hij hem de laks. Virtual Paradise mag de leiding even pakken. Zo hebben we nog 2 ronden te gaan. En Virtual Paradise heeft de leiding overgenomen van Valedas. Van Aste Jacket, daarachter Valedas. En aan de buitenkant Valerio Jet, zo lag het. En daarachter gaat Van de Loopy-Loo nu naar het tweede spoor. Daarachter volgt Tanguy de Nap, aan de binnenkant Anyway to Jean. Daarachter volgt Tony Chouan met Uragami. Dan Tokyo di Bocage. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn overzijde. Galoppade was daar aan de binnenkant van Valedas. Valedas sprong weg, is de mooie positie nu kwijt. Uitgeschakeld nummer 6 galop. Paard in de rechte lijn overzijde. Virtual Paradise, tweede plek Valerio Jet. Daarachter Van de Loopy-Loop. En daarachter probeert nu naar het tweede spoor te komen. En hij wordt zelfs teruggenomen. De favoriet, en daar gaat nu ook het tweede spoor in. Dat is Aste Jacket. Wilde graag naar buiten, maar daar zit alweer een voorbeen naast. Nu het voorbeen van Rick Ebbing is een paard. Maar daar komt een gaatje en hij kan er nu wel uit. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. En daar is hij van de reling af, Aste Jacket. Heeft hij ook nog een mooie rug, die van Valerio Jet. En zo komen de paarden in de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 1 volledige ronde te gaan. Virtual Paradise leidt aan de buitenkant Valerio Jet. Daarachter aan de relingzijde van de Loopy-Loo ligt nu vast. Daarachter ligt Aste Jacket. Daarachter is het Tanguy de Nap. Die oogt een beetje flegmatiek. Rick Ebbingen moet hem flink aansporen. Geldt ook aan het paard aan de binnenkant. Anyway to Jean. Daarachter ligt Tony Chouan. En daarachter Uragami in het tweede spoor. En daar loopt Valerio Jet zomaar naar buiten. Valerio Jet lijkt niet in orde, want die wordt ingehouden door Robin Bakker. En zo gaan de paarden de rechterbocht door. Leiding daar in handen, nog altijd van Virtual Paradise. Daarachter Van de Loopy-Loo. Nu gaat aan de buitenkant Aste Jacket naar voren. Achter hem aan probeert te gaan Tanguy de Nap. En daarachter Anyway to Jean. En daarachter Tony Chouan. Zo zijn ze in de rechterlijn overzijde. Voorste 3 loopt iets weg bij de rest. Leiding in handen, makkelijk in handen van Virtual Paradise. Maar daar komt aan de buitenkant Aste Jacket en die springt weg. Aste Jacket maakt een fout. Paard op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen. Makkelijk in handen nog altijd van Virtual Paradise. De aanval heeft hij af kunnen slaan zonder dat hij wat hoefde te doen. Daarachter Van de Loopy-Loo. Daarachter Tanguy de Nap. En binnendoor gaat zo dadelijk bij hem Tony Chouan. Dat doet hij precies halverwege de Tjada bocht. En zo komen de paarden zometeen in de laatste rechte lijn. Leiding in handen van Virtual Paradise. Daar gaat Dion Tesla naar het tweede spoor. Die gaat de aanval nu openen met Van de Loopy-Loo. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Van de Loopy-Loo heeft speed. Dat heeft zijn paard aan de binnenkant niet. En dus is hij er al gelijk langs. Van de Loopy-Loo. Daar komt Verbeek nog een keer. Tesselaar tegen Verbeek. Tesselaar aan de binnenkant. Verbeek aan de buitenzijde. Wie won de meeste Prix d'Amériques? Dat is de man aan de buitenkant. En die wint. Tony Chouan. Van de Loopy-Loo. Daarachter toch nog Aste Jacket. En de vierde plaats is voor Tanguy de Nap. Kan de nummer 3 in de box? Ja, kan altijd.